De camera die draait. Zo te zien, maar goed zo. Dames en heren, hartelijk welkom bij de persconferentie van de wedstrijd Rodi C. Vitesse. Rusland 0-0, eindstand 1-1. Voor de analyse geef ik graag het woord aan de trainer van Vitesse, de heer Bos. Ja, ik ben ontevreden met het resultaat 1-1. Maar tevreden met de manier waarop we gespeeld hebben. Vorige week vond ik het helemaal niks, zoals we bij RKC speelden. En vandaag hebben we in ieder geval een Vitesse gezien dat van achteruit wil voetballen, durft te voetballen, initiatief neemt. En dat druk durft te zetten op het moment dat we de bal kwijt zijn, dat we naar voren durven verdedigen. En dat leverde denk ik een alleraardigste wedstrijd op. Ik denk dat de mensen vandaag genoten hebben van vele kansen, waarvan ik vind dat de meeste de grote kansen voor ons zijn geweest. En dat is wel wat ik de ploeg verwijt niet eens, maar we hebben te weinig gescoord. Eentje maar, dat is te weinig. En het eerste 70 minuten hebben we ook weinig weggegeven. Wel een aantal, waarvan eentje natuurlijk te veel was. En dan sta je aan het einde van de wedstrijd met 1-1. En als je naar Roda komt, waar ik begrepen heb dat Vitesse het altijd heel lastig heeft. Waar heel veel ploegen het altijd heel lastig hebben. Om hier goed te voetballen. Ja, dan ben ik toch teleurgesteld dat we slechts met 1-1 hier vandaan stappen. Omdat ik denk dat er weinig ploegen zullen zijn die zoveel kansen zullen weten te creëren dit seizoen. Bij dit Roda. Want dat is wel wat veranderd ten opzichte van vorig jaar. En ben ik dus nogmaals tevreden met de manier waarop wij gespeeld hebben. Maar niet tevreden met het resultaat. Dank u wel. Als woord aan Ruud Brood. Ja, nou goed. Het mogen duidelijk zijn dat je een getergd Vitesse op bezoek zou krijgen. Met individuele kwaliteiten. Onze organisatie, daar hebben we het over gehad. Dat ten opzichte van vorige week, zou je ook bijna kunnen herhalen. Wij ook niet tevreden waren, tweede helft. Met name defensief, dat was vrij naïef en vrij open. Ik denk dat we dit keer vrij gegroepeerd stonden. Dat we wisten hoe een opbouw plaats zou vinden. En ja, bij Vlaag hebben we dat goed kunnen handelen. De kansen die zij kregen vond ik met name als wij vanuit de opbouw heel slordig waren in de passing. Dan staken ze gelijk door. Want dat kunnen ze goed ook. Met name vanaf de linkerkant naar binnen spelen. Het 1-2's. Dus daar hadden we best wel heel veel moeite mee. Waar ik niet tevreden over was. Daar hebben we het in de rust over gehad. Dat er niet zo heel veel druk kwam van de voorste linie of het middenveld. En dat we heel slecht en in een heel hoog tempo wilden opbouwen. En ook heel snel in willen stappen, zoals Bart Biemans. Waardoor je eigenlijk Vitesse geen keus hoeft te laten maken. Dat deed Vitesse beter. Dat zag je ook aan Nemeth. Dus daar hebben we het over gehad. Dus niet in het allerhoogste tempo willen opbouwen. De vrije man zoeken, dat ging naar rust, vond ik beter bij Vlagen. Nou, voor rust hebben we zeker wel de mogelijkheden gehad. Alleen al die bal op de paal waren we heel dichtbij. Kees met name, nou, Mitchell was dichtbij, dus we hebben wel mogelijkheden gehad, maar inderdaad, Vitesse was dreigender, meer corners. En na rust was het ook een zaak van oké, tracht dat beter te doen. En kijken om natuurlijk die kansen te verzilveren, dan is het heel vervelend dat je door zo'n goal, want als je het eigenlijk analyseert, staan we met 2-3 man eromheen, dat iemand zo doorkomt, ja, dan sta je achter tegen een team wat heel goed, dat vind ik wel. Ze kunnen heel goed omschakelen, heel snel. En wij moesten dat pareren. We hebben het middenveld iets anders neergezet. We hebben de moeis ingebracht. Dan gebeurt er altijd wel wat. Dat zag je ook aan Vitesse. Dat zag je met name aan het Veldhuizen. Wij gingen ver druk zetten. Eigenlijk open huis spelen, 1-1. Maar een goede goal. De drang was er. Het schot van Mark. Ik denk dat Mark Huscher, die bal was vrij moeilijk om binnen te schieten. Maar dat is een hele mooie goal. En toen had ik een fase waarvan ik dacht van, ja, nu kan je zomaar ook die 2-1 maken. Maar de laatste 10 minuten moest je ook eerlijk zijn. Met 2 passes aan beide kanten was je aan de andere kant. En met een goede redding van Philippe Courtois in de slotseconde. Anders verlies je nog zo'n partij. Maar ten opzichte van vorige week, een team in ontwikkeling, zijn we tegen een Vitesse. Wat erg geterg was, wat natuurlijk in principe meer kwaliteit heeft. Hebben we als team het behoorlijk gedaan. En het is inderdaad raar dat het bij 1-1 is gebleven. Want ook wij hebben daarin de mogelijkheden gehad. Dankjewel. Dank u wel. Misschien een vraag heeft aan een van de beide trainers. Ze hebben het goed uitgelegd zo te zien. Dan ben ik nog vergeten maar dat er vandaag 11.894 toeschouwers aanwezig waren. Hartelijk dank voor uw aandacht en graag tot de volgende wedstrijd.